Suikermelk, zei je toch? Nee, ja, met mij gaat het ondertussen wel weer goed. Met ons, moet ik zeggen. Annette en de kinderen die zijn alweer een stuk geruster. Tja, dat had ik ook nooit gedacht een paar maanden geleden. De problemen stapelden zich toen echt op. Nou ja, problemen. Zeg maar gerust rekeningen. Energiebedrijf, de kabel, de sportschool, het mobieltje. En daarbovenop, binnen een maand, wasmachine stuk, auto stuk. Het ging maar door. Tja, en toen nam ik dus die laatste lening. Bedoeld als de oplossing, maar werd al gauw het probleem. Ik kon niet meer betalen. Tja. Ja, en wat doe je dan? Later betalen. Voor je uitschuiven. Ik durfde de aanmaningen niet eens meer open te maken op een gegeven moment. Nou ja, dan weet je het wel, hè. Ja, van uitstel komt afstel. Dat wist mijn oma al. De schulden stapelden zich op. En ja, wie dan het hardst om zijn geld schreeuwt, ja, die krijgt betaald. Zo gaat het dan. Annette die begon zich echt zorgen te maken. Die zag de deurwaarders al op de stoep staan. De kinderen, nou ja, die wisten van niks. Die hielden we overal buiten. Het zijn onze problemen. Alhoewel, eerlijk gezegd, ze moeten wel gevoeld hebben dat er iets aan de hand was. Ik bedoel, ik was zelf erg afstandelijk en Annette was prikkelbaar. Ja, zo kennen ze hun ouders niet. Nou ja, en op een gegeven moment was de maat dus vol. Het liep gierend uit de hand, met geen enkel perspectief op verbetering. Ik zag mijn hele gezin al naar de knoppen gaan, en waarom? Ja, door geld. Zo simpel was dat. Nou ja, op een gegeven moment betaalde ik ook mijn hypotheek niet meer. Tja, en toen hebben de jongens van de hypotheek een paar keer geprobeerd me te bellen. In eerste instantie dacht ik het allerergste. Maar ze waren juist heel reëel en ze luisterden echt naar me. Ja, ze vertelden dat ik niet de enige ben. En toen pas heb ik alles verteld. En ze wisten iemand die me misschien kon helpen. Of ik daarmee wilde praten op hun kosten. Nou ja, dat wilde ik wel. Maar het idee dat je al je ellende moet delen met een wild vreemde. Maar goed, ik kwam er ook wel achter dat ik in mijn eentje er nooit uit zou komen. Dus heb ik uiteindelijk ja gezegd. Met trillende handjes, ja, dat wel. Ja, en toen kwam Carla aan, die budgetplanner. Streng maar rechtvaardig, zullen we maar zeggen.